Heb je op je dak fotovoltaïsche zonnepanelen? Dus panelen die zonlicht omzetten in elektriciteit, zonnestroom. Nu het systeem van de terugdraaiende teller op zijn einde loopt, doe je er best aan om zoveel mogelijk van die zonnestroom zelf te gebruiken. Maar hoe doe je dat? Je zelfconsumptie van zonnestroom verhogen. Een eerste optie is zoveel mogelijk zonnestroom onmiddellijk te verbruiken. Dus op het moment zelf dat de zonnepanelen de elektriciteit opwekken. Maar overdag, wanneer de zon schijnt, zijn de meeste mensen aan het werk. En kunnen ze dus geen elektriciteit verbruiken, hoewel de zonnepanelen optimaal renderen. Het is dan ook beter je overtollige zonnestroom te stockeren met een technologie die werkt als een batterij voor je zonnestroom. Zodat je zelf opgewekte zonnestroom later kan gebruiken wanneer je zonnepanelen niet voor stroom kunnen zorgen. Ook hier heb je twee opties. Je kan kiezen voor een klassieke thuisbatterij. Die stockeert je overtollige zonnestroom als elektriciteit. Maar thuisbatterijen zijn duur. Reken op een investering van 4.000 tot 10.000 euro. Het duurt dus enorm lang voordat je zo'n thuisbatterij hebt terugverdiend. Een betaalbaarder alternatief is kiezen voor een toestel dat je zonnestroom omzet in zonnewarmte en die warmte opslaat. We spreken dan van een thermische batterij. Een Smart Grid Ready warmtepompboiler werkt als zo'n thermische batterij. Om je sanitair water voor keuken, bad of douche te verwarmen, onttrekt een warmtepompboiler tot 75% van de benodigde energie aan de buitenlucht. En de overige energie haalt een warmtepompboiler uit elektriciteit. Een warmtepompboiler die Smart Grid Ready is, laat toe om je warmtepompboiler te koppelen aan de elektriciteitsproductie van je zonnepanelen. Hij werkt extra wanneer zonnepanelen het meest stroom produceren en gaat juist dan een maximum aan zonnestroom omzetten in zonnewarmte. Bovendien gaat een warmtepompboiler die zonnewarmte ook stockeren om te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een bad of een douche wanneer je wil. Ook wanneer je zonnepanelen niet voor de nodige zonnestroom kunnen zorgen. Een warmtepompboiler is steeds een verstandige keuze, en zeker wanneer je zonnepanelen hebt. Door je zonnestroom in te zetten voor de verwarming van je sanitair water, optimaliseer je je zelfconsumptie van zonnestroom. Omdat je water tot voor 75% wordt opgewarmd met gratis energie uit de lucht, bespaar je heel wat op je energiefactuur. In vergelijking met een boiler gekoppeld aan een stookolie- of gasketel, stoot een warmtepompboiler tot de helft minder CO2 uit. En in tegenstelling tot de klassieke boilers, op gas, stookolie of elektriciteit, krijg je voor een warmtepompboiler heel wat premies. 4 keer winst dus als je voor een warmtepompboiler kiest. Wil je berekenen hoeveel jouw warmtepompboiler winst precies bedraagt? Dat kan met onze zonnewarmtewinstcalculator. Ontdek er alles over op onze website. Slimme zelfbouw.